Welkom bij een nieuwe 11 Insiders. We zitten vandaag bij Café Pierre, genoemd naar Pierre Denier. En dan weet u dat we in Genk zitten in de CGK Arena voor een babbel met Wouter Franke, de trainer van nog altijd de leider in de Jupiler Pro League. Dag Wouter. En ook mee aan tafel, Frankie van der Elst. Dag Frankie. Ja, welkom dag. Allebei heren. Wouter, hoe was de training, behalve nat? Goed. Maar ik zeg het, ik heb er eigenlijk weinig van... In het algemeen weinig op aan te merken op de ingesteldheid van de jongens. Dus die zijn er weer vol voor gegaan. Dus opstarttrainingen na de vrijdag. Ja. Dus. Leggen jullie deze week andere accenten? Wij leggen iedere week andere accenten, afhankelijk van de tegenstander waar we tegen spelen. Dus op die manier verandert er niet veel. Maar als je de weekinvulling blijft een beetje hetzelfde natuurlijk. Mm-hmm. Hebben jullie misschien toch... ook gedacht en misschien echt gepland om wat andere dingen in te passen deze week? Misschien een soort teambuilding, iets anders om met de groep samen? Op de zoveel tijd doen we dat sowieso wel eens, maar het staat niet gepland deze week. En het is ook niet echt nodig om het te plannen, zal ik zeggen. Mm-hmm. Omdat die jongens hangen sowieso al goed aan elkaar. Maar sowieso om met de pot, zal ik zeggen, iets te doen, plannen we dat toch wel sowieso regelmatig. Ja. Hoe groot is de schade fysiek? Want het begint wel een beetje op te tellen, hè, nu na zondag. Ja, fysiek. Ja. We zitten met Hira en met Carlos, die geblesseerd van het veld moeten zijn. Dus dat is een beetje afwachten nog wat de volledige ernst is eigenlijk van hun blessures. Betekent dat je ze weken kwijt bent sowieso? Of hou je daar rekening mee? Zou het kunnen meevallen? Goh, het zou kunnen meevallen, maar het zit er een beetje tussenin, denk ik. Ik denk voor Hira valt het nog, hoop ik, enigszins mee. Maar Carlos... Je zou ook nog een tijd kunnen blijven staan, hè? Uiteindelijk ja, nog een hele ja, tijd blijven ja, staan. Ja, ja. Maar ook beperkt in bewegingsvrijheid. Mm-hmm. Dus, ik vond wel dat hij het goed deed, Wouter. Ik weet niet, alleen de beperkte tijd dat hij 100% was. Ja. Ik zag wel de bedoelingen. Ja, dus hij heeft ook een hele goede mentaliteit, mm-hmm. een hele positieve jongen. En hij heeft ook echt binnen zijn eigen kwaliteiten gespeeld. Ja. En goed de ruimtes benut die er lagen. Het is jammer dat hij niet eigenlijk vol een bak kunnen blijven spelen is. Want het had wel iets meer kunnen geven voor ons. Maar, ja. Je zei net van wij leggen elke week andere accenten. Wanneer begin je dan met die accenten? Is dat al morgen, als je zondag nu speelt tegen Anderlecht? We hebben vandaag ook accenten ook gelegd al, ja. richting Anderlecht. Maar accenten binnen onze eigen principes natuurlijk. Hè. Mm. We hebben onze principes die we vandaag één proberen erin te rammen, zal ik zeggen. Blijven staan. Een soort van herhaling. Ja. En dan kijken we afhankelijk van de tegenstander welke er prioriteit moeten krijgen op andere bijvoorbeeld. Ja. En is dat ook al in het achterhoofd eventueel met het wel of het niet kunnen spelen van Questa? Sowieso heeft dat er mee te maken, kan er mee te maken hebben. Los van dat het niet altijd afhankelijk is van spelersprofielen, maar het kan wel zo zijn. Ja. Het was een frustrerende avond, hè, voor jullie. Redelijk van begin tot eind. Als we verliezen is het altijd frustrerend. Ja, toch, maar de manier waarop natuurlijk. En toch stond jij na de wedstrijd, Nicolas de Brabander, lachend te woord. Ik vond het wel sterk hoe je daar nog stond. En er zijn nog mensen die zeiden van het interview met Wouter Franke na die wedstrijd. Ja. Je hebt dan snel de omschakeling gemaakt en je gaat dan ook een beetje lachend over de situatie met de scheidsrechter. Ja, weet je, ik ga er niet nog eens op terugkomen op wat er gebeurd is precies op het gebied van scheidsrechters. Maar het was een beetje veel op die moment. En dan kun je niet iedere keer onder die stenen kruipen als er zoiets gebeurt. Dus ik denk dat we ons moeten richten op hetgeen wat wij zelf gedaan hebben. Als ik dan kijk wat we zelf gedaan hebben, wat we eigenlijk beter hadden kunnen doen. Maar dat heeft ook zijn reden natuurlijk. Mm-hmm. Is dat we die présence in de box eigenlijk, om die kansen die we wel gecreëerd hebben, om er echt een van binnen te trappen. Of nog meer in die kleine rechthoek, in die grote rechthoek, nog meer echt aanwezig te zijn. Dat kunnen we, als we ons naar onszelf kijken, beter doen. Maar ik denk puur op basis van spelniveau, dat we enkel 10 minuten na de eerste hijsa, zal ik zeggen, niet goed in de wedstrijd meer zaten.
En voor de rest, voor die eerste goal alles gecontroleerd hebben, niks weggegeven hebben. En hier en daar een priksken uitgedeeld hebben. En dan tweede helft hebben wij gewoon gedomineerd en altijd voor de kansen gegaan. En ik denk dat de enige bal die Maarten heeft moeten pakken, is eigenlijk het eerste doelpunt geweest waar die tussen zat. Mm-hmm. Voor de rest heeft hij geen enkele bal moeten pakken. Frankie, heb jij het gevoel gehad van dit is een ploeg die mentaal echt een probleem heeft? Nee, dat niet. Maar de goal viel niet. Hè. De aansluitingstreffer viel niet. En, ja, goed, maar ze maakten geen geslagen. Nee. Ze namen de tweede helft vooral van in het begin het initiatief. Hè. Vooral Pencil was toch wel goed. Kreeg zo wat, ik ga niet zeggen, de beste mogelijkheden. Het was jammer. Een paar keer net van te schuin moeten afdrukken. En één goede redding ook van Bodar. Maar het moment, denk ik, was minuut 75, die driedubbele poging. Ja, zeker. Dat was een heel mooie kans. Was Preciado of Peensel die de bal achteruit legde voor Heijnen. Ja. Een goede redding Bodar en dan Peensel in de herneming. Dus ik denk dat Preciado was. En dan Elhadji. Dus dat was, als daar 2-1 wordt, ja, dan denk ik wel dat er nog wel puntenwinst in zat. Ik was ook heel tevreden over de mentaliteit, hoe wij terug op het veld kwamen in de tweede helft, ook om de wil om te gaan. En op die manier, omdat we iedere keer ook in die omschakelingsmomenten terug heel snel verovering hadden van de bal, moesten we 5 minuten of 10 minuten voor tijd nog scoren, had ik er nog een heel goed oog in. Hè. Je weet het nooit op voorhand natuurlijk. Maar ik zeg het is gewoon jammer, maar we moeten wel nu verder werken naar de volgende. Gewoon, ja. Over die fase, de niet-wissel, dat die voor een stuk bepalend was natuurlijk, dat weet iedereen, daar zullen we het niet meer meteen over hebben. Maar de penalty meteen na de aftrap van de 1-0, heb je Bilal toch even rond zijn oren gekletst? Ja, goed, maar ik denk, in zo'n situaties hoef ik dat zelfs niet te doen. Hè. In zo'n situaties kan ik dat wel zeggen. Maar ik denk als speler zijnde, dan weet je wel, oei, hier draag ik aan bij. Het is over de wissel gesproken, het is niet enkel de wissel natuurlijk. Hè. Nee. Hier al lag in de andere 16, zelfs op de grond, met blessure. En dan sta je daar tegen 9 man op die moment. En dan mis je wel, dan komt die bal ook nog in die fase van waar onze centrale verdediger zou moeten gestaan. Maar inderdaad, dan moet je eigenlijk wel de knop direct kunnen omdraaien en niet te veel in die emotie blijven zitten om die wedstrijd terug vast te pakken. En dat is, het is gewoon jammer. Het is hopen dat allemaal, zoals ik zei, na de match, dat het allemaal een beetje samenkomt in één wedstrijd en dat we dan er gewoon gespaard blijven. Hij heeft heel veel lof gekregen en terecht, want uiteindelijk vaak van die jonge spelers die komen, die krijgen nadien ook een terugval en die spelen dan even niet. Maar hij speelt nog altijd alles en hij laat eigenlijk in ongeveer elke wedstrijd nog zijn klasse zien. Maar toch, hij heeft dat nog wel eens vaker, hè, dat hij door een soort nonchalance, een beetje lichtzinnig omspringt met een moment. Er is nog, was het op Cerkelen? Ik herinner me niet precies, maar dat je ook zei van simpeler houden soms, dat is het proces waar hij nog door moet. Ja, ik mag niet vergeten dat hij 18 jaar is. Hè. Sowieso denk ik dat dat een belangrijk iets is. En dat hij nog heel veel kan leren en moet leren, is enkel maar ook positief voor hem. Dat wil zeggen dat hij nog een grote groeimarge heeft ook. En uit zo'n fases en zo'n situaties moet hij leren en zal hij ook ooit leren. Dus, en voor de rest, het is niet enkel dat balverlies. Hè. Ik bedoel, ik denk dat hij andere stappen te maken heeft ook nog. En zo'n balverlies is iets wat wel meerdere spelers, ook oudgediende, kan gebeuren. En is in één fase een verkeerde beslissing. Zagen we gisteravond ook nog, hè, bij Bayern. Ja. Er werden ook fouten gemaakt. Dus, maar hoe, wat zou jij tegen hem zeggen? Van hoe lang moet hij nog blijven hier bij Genk? Well, ik denk dat hij zelf... Twee? Heeft, ja, voor ons zo liefst zo lang mogelijk natuurlijk. Ja. Maar ik denk dat er goede afspraken gemaakt zijn tussen hemzelf en of zijn entourage en de club om hier sowieso nog een jaar aan vast te breiden. Mm-hmm. En dan zien we welke evolutie er maakt. Hè. Ik denk dat we hier nog heel hard kunnen werken met hem aan bepaalde dingen. Je hebt het dan over het scorend vermogen. Ja, het is een statistiek, maar het gaat niet puur om die statistieken natuurlijk. Het gaat niet, je vraagt niet aan een speler, of ik vraag niet aan een speler van je moet meer assists gaan geven of je moet meer doelpunten gaan maken, dat ze daarop focussen. Dus in de posities komen. Ja, dat wou ik net zeggen. Je sprak daar net over mensen in de box krijgen, was zo een beetje een probleem. Dan kijk je ook vooral naar hem, onder andere naar hem, denk ik. Ja, misschien is Rezor ook, want hij heeft ook nogal de neiging om niet in de 16 te komen, ook al heeft hij geweldig. Minder vind ik een beetje de laatste tijd. Dat hij er minder in komt.
dat die wat? Mike. Dat hij wat minder in of rond de 16 komt. Ja, ik denk dat hij als profiel zijnde altijd dit gehad heeft. Zo, ja, ja, zo altijd naar de bal toe en dingen doen. En we hebben daar gewoon heel veel al over gepraat en heel veel over gehad. En hij doet dat echt met een hele goede mindset om daarin mee te denken. Mm-hmm. En goed, hij heeft ook gezien wat het opbrengt als hij, mm-hmm. als hij daarin meedenkt. En bij Bilal hetzelfde. En we zijn ook daar heel veel mee bezig. En hij zelf ook. En het is gewoon iets wat hij constant zichzelf moet inprenten. Totdat het een gewoonte wordt eigenlijk. Hè. En als het dan met succes gepaard gaat, ja, dan gaat het nog gemakkelijker gaan natuurlijk. We hebben tijdens het winterkamp in Spanje ook wat gepraat, Wouter. Ja, jullie zaten toen met fenomenale cijfers natuurlijk. Er waren die 16 zegens op 17 wedstrijden en dat soort dingen. Maar intussen, je kan er moeilijk buiten. Sinds februari is het 9 op 24. Dat zijn er toch meer dan iedereen had gedacht en wellicht ook dan jullie hadden ingecalculeerd. Je weet, op een bepaald moment ga je eens punten gaan verliezen. Maar het is wel ietsje meer. Ja, dus hoeveel dat je... Ik calculeer niks in, hè, van puntenverlies. Hè. Je gaat iedere wedstrijd, dus je bent niet bezig met hoeveel punten verliezen is oké of hoeveel is niet oké. Natuurlijk willen we meer punten hebben, sowieso. En we hebben ook ons klappen gehad daarin. Hè, met als ik zeg dat we onze zeven spitsen hebben moeten gebruiken dit seizoen al, dan weet je dat het niet zo evident is om die efficiëntie vast te houden. Zeker niet. Hè, pols en efficiëntie leg enorm hoog. En als je zo iemand met zoveel statistieken verliest, heb je altijd een staat het moeilijk om dat zomaar dat gat op te vullen, zal ik zeggen. Mm-hmm. Maar dat zou hetzelfde zijn. Moest Mike met al zijn assist in één keer vertrekken, dan heb je daar ook andere dingen nodig. Mm-hmm. Dus terug even anders elkaar op een andere manier gaan zoeken. Misschien andere dingen gaan doen om niet alleen de individuele statistieken te houden, maar gewoon het geheel efficiënt mogelijk te houden. En dat is niet altijd makkelijk, zeker niet als daar te veel veranderingen in is. Mm-hmm. Maar ze werken wel iedere keer ervoor. En als ik zie dat het tot in die 16 heel goed gaat en dan eigenlijk dat je zo, zoals Union, zoals Antwerp, zoals nu Standaard, eigenlijk op hun eigen 16 kan drukken, dan heb je het tot daar sowieso al heel goed gedaan. En dan is het nog van ja, die présence en dat geloof en die efficiëntie in die boxen te krijgen. Daar doen ze alles aan. Dus het is te hopen dat het terug meevalt. Ja, maar het aureool van een beetje onaantastbaar bijna in de eerste helft van de competitie is nu wel wat weg. Want ook de tegenstanders zullen dat voelen intussen. Die voelen dat er wel iets te halen is tegen Racing. Die komen misschien ook op een andere manier tegenwoordig op het veld tegen jullie. Het is een beetje wat Wouter eigenlijk wil zeggen. Hè. Het puntenverlies is nu geconcentreerd in een heel korte periode. Dus, het begin was fantastisch. Laten we zeggen, in een meer normale verdelingen op een seizoen krijg je op een langere schaal gespreid. Ja, en dan, dan is dat nog altijd zeer goed. Ja, de manier waarop ze zijn begonnen aan het seizoen was fenomenaal. Geweldig voetbal. Iedereen stond daar toch een beetje met open mond naar te kijken. Hoe goed en hoe snel het allemaal ging. Dus ja, dat het dan even minder gaat, is natuurlijk wel jammer. En dan krijg je de verhalen. Hè. Die zijn vervelend. Hè. Het verhaal van Onuachu missen. De druk wordt groot. Ze worden een beetje kregelig. Mm-hmm. Dus ja, er zijn zo twee vragen die een beetje bij mij zitten. Zou je het nu erg vinden om net niet als leider te beginnen aan play-off? Nee, oké, je hebt dan minder punten sowieso. Dat is, ja, maar ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap. Dan kijken ze eerder naar Union en kun je even maar ik vind in dat die rol... Ze zijn nu ook al naar Union en Antwerpen aan kijken, vind ik. We hebben het gezegd, we hebben voor en na de Interland break hebben we samengezeten en hebben we eigenlijk... gezegd van wij hoeven niks te verdedigen. Wij hoeven echt niks te verdedigen. Wij hoeven geen eerste plaats te verdedigen. We hoeven geen puntenaantal te verdedigen. Wij moeten gewoon spelen voor iets te gaan halen en niet te veel nadenken. En als je dan ziet op het veld, en daar komt het eigenlijk terug. Hè. Ik ben pas echt ongerust als we geen spelniveau niet meer halen. Als we gaan twijfelen of wat we doen. Als we constant naar elkaar zitten te wijzen en te kijken. En dat is er op deze moment totaal niet. Het enige wat je kan zeggen is de efficiëntie die een beetje ontbreekt. En als je
Als je zegt dat andere ploegen, Peter zei het juist, van de andere ploegen hier op een andere manier komen spelen, zodat ze denken ook iets te kunnen rapen in plaats van... Ik vond ten eerste al in ons eerste stuk, waar we zoveel wonnen, dat we ook niet onaantastbaar waren, maar dat we het gewoon goed deden met de nodige efficiëntie erbij. En misschien een paar keer meevallen ook. Het heeft misschien een paar keer meegezeten, nu minder. Ja, nu heb je dat misschien eens minder, ja, inderdaad. Maar ja, goed, het spelniveau is er nog altijd. En dat is voor mij de belangrijkste, om te zeggen van kijk, we kunnen... Als we terug die efficiëntie vinden, en dat kan soms op een halve kans komen, dan moeten we daar ook terug de punten in gaan pakken. Maar ik zeg het, dus in het voetbal is maar één zaak belangrijk. Leuk, dat is winnen. En voor de rest is allemaal... Anderzijds, ik had eens gezien sinds nieuwjaar, hadden ze nu gewonnen op Standaard, was nog anders. Maar uiteindelijk hebben Union en Antwerpen maar 5 punten ingehaald, hoor, sinds nieuwjaar. Ik ben nog iets vergeten, want ik was mijn punt vergeten waar ik naartoe wil komen, want uiteindelijk komen ze hier op een andere manier spelen. Maar als je kijkt hoe ze punten gehaald hebben, Union, Antwerpen bijvoorbeeld, om de grote te noemen, is het allemaal in een blok geweest. Ja. Dus niet voor te zeggen van, ja, kijk, we kunnen iets tegen Genk gaan halen, we gaan er vol voor. Nee, het is, we gaan het zetten en hopen dat er een goed valt en we kunnen misschien punten gaan halen. Dus op die manier heb je dat zelf ook een beetje afgedwongen. Dat is ook op een andere manier dan, hè? Dat is ook een andere manier, maar het is eerder. Ja, voilà. Ja. Betekent dat dan, als play-off 1 wordt gespeeld en die ploegen komen, dat jij zegt van, oh... Niet wat? Meer, hè, mannetjes. Well, ja, dus we gaan ook... Dus, ja. Nee, we gaan ook laag staan. Ja, nee. Je hebt je eigen identiteit en DNA. En ik denk dat je nog altijd het best bent als je blijft doen waar je goed in bent. Gewoon. En dan is het aan ons om moest men op die manier komen spelen, om daar een oplossing voor te vinden. En ook daar hebben we de nodige kansen gehad. En ook... Ja, die individuele foutjes die soms zo'n match beslissen, moeten we ook uit leren. Maar het heeft geen zin om in één keer alles te gaan omgooien in de play-offs. We proberen sowieso al standvastig mogelijk te zijn naar wat we vragen van de jongens, zodat die altijd een houvast hebben en in een mindere periode ook nog altijd weten van kijk, zo kan ik belangrijk zijn. Hoe moeilijk is het om nu iedereen rustig te houden? Of valt het wel mee? Ja, ik vind het meevallen. Ik heb nog geen enkel moment gehad dat spelers precies nerveus of andere dingen gaan doen op training of misschien meer naar elkaar gaan kijken of wijzen of zoiets. Al die dingen heb ik nog niet gezien. Dus op die manier... En we proberen ook altijd gewoon heel realistisch te kaderen, hè, want dat wordt altijd wel gezegd van buitenuit. Van, zelfs als je een uitspraak doet of zo, of dingen benoemt die dan misschien door anderen anders worden gepresenteerd. Ze worden nerveus, zeg ik. Ja, voilà, zoiets. Ze worden nerveus. Nervositeit voor mij is kijken, hoe gaan die jongens daarbij om? Hoe doen die anders op training? Doen die anders? Reageren die anders op situaties na match, tijdens de rust of al die dingen? Gaan ze meer naar elkaar wijzen of zo? Dat is totaal helemaal niet, zelfs niet het geval. Ik vond het zelfs op zich opvallend hoe Brian Heijnen zondag na de wedstrijd gewoon ferm zei. We hebben weer getoond dat wij gewoon de best voetballende ploeg van België zijn. Ben je daar ook blij mee dat je kapitein dat op die manier echt duidelijk uitspreekt? Ja, dat mag. Ik vind dat wel. Ik vind dat mag. Los van het feit of dat altijd in detail zo is, vind ik dat je die zelfzekerheid mag tonen. Je doet daar niemand kwaad mee. Het is niet dat je daar iemand bij benadeelt of zo. Het is gewoon je mag die overtuigen. Dit mag je zeggen over jezelf, sowieso. Hij brengt het ook op een zeer aanvaardbare manier. Hè? Mm-hmm. Het komt niet als arrogant over. Nee. Dus ik vind dat wel. Ik vond wel dat hij een beetje alleen stond op het middenveld. Ja. Afgelopen... Zaterdag. Zondag. Zondag, ja. Ja, goed. Allee, alleen is misschien overdreven, maar snap je? El Canoes, een paar goede ballen, maar en Tresor ook wat minder. Maar hij is toch wel goed. Hè. Hij probeert toch altijd die ploeg mee te sleuren. Ja. Hij is ook, hij is ook heel onderschat op hetgeen wat hij doet. En puur op zijn voetbalkwaliteiten ook. Hè. Het heeft toch een beetje met zijn stijl te maken. Denk. Het is niet spectaculair, maar het is gewoon goed. Hè. Het moet niet spectaculair zijn. Als Tresor aanzet, dat hoogt dan mooier. En dan, dat is zo. Hè. Wouter, de blessures, is dat
pech, een beetje toeval ook? Of is er ook ergens misschien wel een beetje een fysiek probleem, een opeenvolging van sommigen die veel gespeeld of niet? Al dan niet, Ansor niet natuurlijk, die heeft niet veel gespeeld. Nee, dat is, want uiteindelijk dat is zijn anders, er de blessures. Zijn, ja goed, Daniel, die hou je daar sowieso wat tussenuit om geen risico te nemen. Maar die kwam natuurlijk ook weer van zware interlandperiode. Twee volle wedstrijden gespeeld, mm-hmm. dus heel goed. En de vlucht dan nog, de reis er nog bij. Dus daar hebben we alles aan gedaan om die zo fit mogelijk aan de aftrap te krijgen. En daar heeft hij ook zelf alles aan gedaan. Dus op die manier neem je daar ook gewoon geen risico mee tot je terug zeker bent mm-hmm. dat hij mm-hmm. kan spelen. De enige nu is vooral Carlos, hè, dat we nog moeten afwachten. Jira, oké, die heeft met de trap zijn voet omgeslagen, dat is een beetje afwachten. En dan heb je Tolu, dat je ook niet... Mm-hmm. Dat je ook niet. Hoe is het daarmee? Goed, dus een revalidatie gaat volgens plan. Hij zit op het veld individueel bezig. Dus laat ons hopen dat die snel ook terug kan vervoegen. En afhankelijk van hoeveel minuten die op die moment aan kan ook. Hoe groot of hoe belangrijk is het mentale voordeel eventueel voor Antwerpen en Union dat ze hier straks in play-off 1 in de Champions Playoffs kunnen komen met de wetenschap? We hebben hier vorige keer gewonnen. Ja, we hebben ook op Union en op Antwerpen gewonnen. Ja, het was de laatste. Maar ik denk niet zo in die termen. Zo van, wat zou het mentale voordeel kunnen zijn? Hetgeen wat wij doen is onze wedstrijd voorbereiden, brengen naar de jongens, ook laten zien welk geloof dat wij daarin hebben en de mogelijkheden die erin zijn om de punten te halen. We denken eerder op dat gebied naar die wedstrijden toe natuurlijk. Zeg, en hoe hard hoop je dat Union voorbij Leverkusen komt? Ook daar heb ik een over nagedacht. Nee, maar je weet wat ik bedoel. Extra belasting. Het kan zijn dat het verschil maakt. Maar zoals ik zei, zolang het goed gaat, maakt dat weinig verschil. Als je zo'n midweek match hebt, dan haal je daar het nodige vertrouwen zelfs uit. Je hebt straks even over Paulo Nwachu gehad. Hè. Iedereen weet hoe belangrijk hij is geweest. En inderdaad, als zo iemand vertrekt, dat ga je altijd voelen. Hoe zonde is het dat hij zelfs niet speelt op dit moment en daar eigenlijk zit te kniezen, terwijl hij jullie natuurlijk, want niet alleen de periode nu zonder Paul is qua data, blijkt ook gewoon minder, expected goals, dat soort dingen, maar zelfs de eerste wedstrijd verliezen in Brugge was ook nog zonder Paul, dus, in Eupen gelijk was ook zonder Paul, tegen Sint-Truiden hier, laatste minuut Paul, dus... Ja, eigenlijk kun je zeggen dat we ook... De eerste wedstrijden tot Paul erin kwam, eigenlijk nog altijd eerst stonden. Ja, sowieso. En nu hebben ze, wie was dat Belang die een onderzoek gedaan heeft, dat we meer kansen hebben afgedwongen al sinds dat Paul vertrokken is. Enkel moet je dezelfde efficiëntie halen als je ze wil afmaken. Dus op die manier is er op zich, er speelt technisch niks aan de hand, maar het is natuurlijk, je hebt andere spelers, je hebt daar een aanpassingsperiode voor nodig. Hè. We hebben ook heel lang gewacht om Paul te brengen, omdat je op het eerste moment met Cyril en daarna met Nemeth eigenlijk een bepaalde manier van spelen had. En Paul heeft zich daar ook heel fel, moet ik zeggen, persoonlijk aan gewerkt om het profiel dat we graag hadden eigenlijk te kunnen zijn. En dat is chapeau voor hem, sowieso. En dat is nu terug anders natuurlijk. Hoe belangrijk is een goed scorende, vlot scorende spits als je kampioen wil worden, Frankie? Die heb je wel nodig, denk ik. Ja. Ik denk natuurlijk zijn ploegen die wat meer afhankelijk zijn van die ene man. Andere ploegen, daar zit dus scoringsproductie een beetje meer verdeeld. Dat is natuurlijk het meest ideale, denk ik. Dan ben je niet echt afhankelijk van die ene. Maar je hebt daar diep in de spits toch iemand nodig die geregeld zijn doelpuntje maakt, vind ik toch wel. Ja. Is het een raar seizoen, Wouter, met Club Brugge dat mogelijk naast play-off 1 grijpt, met Anderlecht dat mogelijk naast play-off 2 grijpt? Wie had dat gedacht vooraf? Goh, niemand had dat gedacht natuurlijk. Heb je er een verklaring voor? Een verklaring. Het is niet aan mij om verklaringen te zoeken voor andere ploegen, sowieso niet. Ik zet mijn energie daar niet in. Ik probeer gewoon zo goed mogelijk met Genk te doen. En zien dat wij zo goed en klaar mogelijk zijn om iedere wedstrijd er tegenaan te gaan.
Maar we hebben, de competitie heeft al laten zien, ook in Europa, dat ze het goed kunnen doen. Het is moeilijk, hè, de Belgische competitie. En, ja, dat is waar. En dat vergeet men soms. Dus het is geen gemakkelijke competitie. En het is chapeau van de jongens dat wij daar al zo lang staan. Want je kan het al op andere manieren, op zoveel mogelijk manieren beginnen te bekijken natuurlijk. En we willen altijd liever winnen dan verliezen. En we zullen daar ook nu de komende wedstrijden ook weer alles aan doen. Los van dat je dat op voorhand kan zeggen. Zo staan we erin. Maar uiteindelijk komt puntje bij paaltje. We hebben nog altijd de meeste punten, de meeste doelpunten en de tweede minste golen tegen. Als je het zo de cijfers bekijkt, dan kan je nog altijd over het seizoen, over het geheel natuurlijk, niet ontevreden zijn. Wetende dat je op het begin van het seizoen ook de ambitie was gewoon play-off 1 al halen. Dat was al veel. Mm-hmm. En zeker na alle vertrekkers van, dan spreken we nog niet over Pol, maar daarvoor. Dus op dat gebied hebben de jongens eigenlijk een fantastisch werk gedaan. Mm-hmm. Maar we pushen onszelf nu en we gaan niet tevreden zijn met enkel het werk wat er al voorbij is en de play-off 1 die er gehaald hebben. Ik denk, we pushen ons nog iedere dag om nu weer die stap meer te doen. En ik zei dat bij KV Mechelen ook. Hè. We zijn eens 8e aan play-off 2 gewonnen, de eerste jaar in 1A. Ook was ook de vraag van, en wat verwacht je daarvan? Ja, verwacht je van om play-off 2 toen te winnen? Je zit bij 4 ploegen daarin. Je gaat toch nooit meedoen om zomaar mee te doen om nog 4 of 6 extra matchjes te hebben. Je probeert ook gewoon te winnen dan. En we zitten in de play-off 1, dus eender wat er gebeurt in die 2 matchen nog, die we absoluut gaan willen winnen. En we willen wel absoluut natuurlijk als eerste die play-offs ingaan, maar no matter what gaan wij ook in die 6 wedstrijden gewoon voor die alle 6 liefst te winnen en om het einde op die eerste plaats te gaan. Ja. Dat is de doelstelling. Lukt dat niet? Je hebt ook heel veel goede ploegen tegen. Hè. Union is heel sterk, heeft een goede coach, goed geheel, dat al even samenspeelt in een soort vanzelfde verhaal. Antwerp heeft en club bijvoorbeeld hebben met hun budgetten sowieso heel, heel sterke individuele klassen. En niet vergeten Gent, die het natuurlijk ook goed doet. Dus er zijn veel goede ploegen. Maar ik denk dat wij ook laten zien dat we dan een goede ploeg zijn en gewoon proberen alles uit te halen. Ja, als je zo lang in het seizoen de beste ploeg bent geweest, wat iedereen toch heeft gezegd, dan zou het jammer zijn als je het er straks helemaal zou naastpakken. Wat bedoel je met helemaal naast pakken? Dus niet de titel pakken? Nee, misschien ook geen voorronde Champions League bijvoorbeeld. Ja, ook daar zitten we natuurlijk niet aan te denken. En als je puur spreekt over de beste ploeg, is het puur op resultaat gericht dan? Of is het ook nog, kijk je naar het voetbal zelf ook, of in een combinatie maar van Maar de beste wint niet altijd, zeg. Sowieso niet. En dat is ook het schone aan de sport, hè. Dat is ook het schone aan voetbal. Want dat is het, maar op het einde wil je er wel iets aan overgehouden hebben, hè? Ja. Toch? Ja. Welke ploeg is voor jou de revelatie van het seizoen? Ook zoiets waar ik niet veel mee bezig ben, maar ik denk Westerlo. Dat die het gewoon heel, heel goed doen. En heb je ook een speler waar je van denkt van, die heeft mij dit seizoen verbaasd. Die is ver vooruit gegaan of die heeft zich gemanifesteerd. Los van degene hier. Los van onze jongens. als je naar Westerlo kijkt, heb je ook degene die al gekend zijn natuurlijk, hè, de Kuiper. En ik denk dat ook Jonas gewoon ook heel goed werk doet daar. Ja. En dat ze er ook verdiend staan en niet zomaar eendags vliegen zijn. Nee. Dat er echt wel structuur en onderbouwd spelconcept bij zit. En dat is ook altijd leuk om te zien. Wouter, we gaan een quizje doen. Oei. Jawel. Over jou, over je carrière, over jouw clubs. Je moet snel proberen antwoorden, zoveel mogelijk goede antwoorden geven binnen een tijdspanne van 90 seconden. Frankie, die kent het systeem. Er komen 9 vragen. Je kan maximaal 20 punten verdienen. En Frankie, die houdt de tijd in de gaten en telt de goede antwoorden. Klaar? Ja, ben klaar. Ja. Bij je debuut in eerste klasse mag je halfweg invallen op RWD Molenbeek. Welke gewezen topschutter stond toen in de spits bij de tegenstander? Song? Ja. Je bent pas 19 en 4 dagen als je je eerste doelpunt maakt op het hoogste niveau bij STVV. Je won het toen met 0-4 bij? Vertekken, dat weet ik niet. Antwerp. Welke grote naam uit het voetbal was toen trainer van Antwerp? Was dat niet Brusovic of zo? Ik weet niet. Nee, Kessler. Je grootste overwinning ooit als speler behaalde je niet met Genk, niet met Gent, maar met STVV. Weet je nog tegen wie dat was? Charleroi. Ja, klopt. En weet je de uitslag ook nog? Was dat 1-7 of zo? Ja, klopt. 2 punten bij. Je maakte maar 1 keer in je hele carrière 2 goals in een wedstrijd. Dat was voor Racing Genk. Weet je nog tegen wie dat was?
Nee. Molenbeek-Brussel. Welke ex-ploegmaat van jou heeft de laatste drie clubs in zijn carrière gemeen met jou? Genk, Kortrijk en KV Mechelen. Een gewezen ploegmaat. Genk, ja. Genk, Kortrijk, KV Mechelen. Soetaars. Ja, zoek het niet te ver, dacht ik te zeggen. Je werd in totaal 5 keer uitgesloten, waarvan 3 keer tegen dezelfde ploeg. Tegen welke? Club Brugge. Ja. Met welke speler heb je het vaakst samen op het veld gestaan? Het vaakst? De Lorge. Nee, Peter Voets, nog iets meer. De bekerwinst met KV Mechelen tegen Gent was je hoogtepunt als trainer. Ken je de 11 starters nog? 11 starters van ja. De bekerwinst. Verrips in de goal, Peire op rechts, Swinkels, Meira. 4. Bijker links. 5. De Witte met 6, Van Damme. 7. Temon op rechts. 8. Storm op links. Ja. Schoofs op 10. Ja. En Dikke Margo in de spits. Ja, alle 11 juist. En het is, tijd is om. Ja. 5 vragen juist, plus... 11, dat is 16. Dat is niet verkeerd. Dat is sterk. Dat is mee. En de... Kums had ook 16, denk ik. Ja, die had ook... Alleen Jelle Vossen had 17. We hebben het er toevallig nog over gehad, onlangs, over die bekerfinale, omdat we daar met de gekwetste Kaya was geschorst toen. En Leman op rechtsbak was er niet bij. Van Kleemput was op die moment gekwetste. Spijren moest er gaan spelen. En die op een gegeven moment kon die ook niet meer verder. Dan hebben we Corijn nog moeten brengen tegen zijn voet op de rechterkant. Dus dat was nog eens ter sprake gekomen. Wat weet je nog van de viering achter? Niet meer veel. Goed geweest, ja? Ja, dat is gewoon dat is een magnifieke dag gewoon ook. Hè. Uiteindelijk zit je daar ver uit de underdog. We hebben op die moment 6 weken hadden we geen wedstrijd. Terwijl Gent op die moment play-off 1 constant aan het spelen was. En we hebben dat heel goed gedaan in blok. En dan die ontlading was magnifiek, zeker met dat legioen van Mechelen daarachter toen. En vandaar zijn we dan naar het stadhuis gegaan op het balkon. En dan nog in het stadion verder gaan vieren. Dus dat was echt fantastisch natuurlijk. En zeker als 1B-club op die moment. Ja. Hoe diep in jou zit KV Mechelen nog, die club? Ja, zeer diep zal ik zeggen. Ik denk dat ook gewoon normaal is. Zeker en vast. En ik heb er ook gewoon 4 schitterende, los van mijn spelerscarrière die ik er geweest ben, 4 schitterende trainersjaren gehad. Op resultaat, maar niet alleen op resultaat. Ik denk gewoon in de samenwerking met de clubmensen, met de staf en met de spelers ook zeker. En ook met de supporters, wat ook altijd daar heel belangrijk is, denk ik. Is dat altijd een hele mooie synergie geweest en hebben daar een heel mooi verhaal geschreven. En dat is ook eigenlijk is het positieve van wat ik nu gezegd heb ook de reden dat ik er vertrokken ben. Hè. Omdat je weet van, kijk, ja, die irritaties gaan er sowieso komen. Op dit verhaal moeten we op een positieve manier ook eindigen en niet in conflict of zo. Nee. En ik denk dat we daar heel veel over gepraat hebben en dat het ook heel mooi is dat je op die manier ze kan zeggen, zonder dat er eigenlijk andere ploegen op die moment mee betrokken zijn, dat je dan ook kan zeggen van kijk, het is goed om ermee te stoppen. Maken ze wel kans straks in die finale tegen Antwerpen? Want ze lijken het wel een beetje kwijt. Ja, maar op 1 wedstrijd maak je altijd kans natuurlijk. Hè. Ik denk dat de vorm van de dag is sowieso belangrijk. Plus je wordt heel veel gedreven op emotie, ook op die momenten. Niet enkel maar op kwaliteit of op de weken wat ervoor is gebeurd. Dus het is ook gewoon de emotie in de wedstrijd, voor het truitje, voor de kleuren vechten en zo. Dus op 1 wedstrijd kan alles. Ja, bij welke club heb jij als speler je beste niveau gehaald, vind je? Gent. Ja. Dat zeg je wel zo meteen. Ja, als speler. Ik ben van Sint-Truiden naar van STV naar Gent gegaan. In STV was ik echt een verdedigende middenvelder. En toen heeft Lekens eigenlijk van mij meer een soort van box-to-box gemaakt. En dan kwam je ook in die andere box en dan begon je ook nog te scoren. Dus dat gevoel komt er ook. En misschien is ook gewoon het gevoel van mezelf natuurlijk naar de periode die ik daar gehad heb. Doordat ik een heel andere positie of een heel andere manier kwam te spelen, dat mij dat goed lag. Dat voor in mijn hoofd dan ook mijn beste periode geweest was. Beetje zoals Perdom met Vormer gedaan heeft. Ja, misschien wel. En 6, ja, die dan, ja. Was je als jeugdvoetballer hogere middenvelder? Of? Nee, in tegendeel zelfs. Ik was als jeugdvoetballer, was ik... Nu gaan we echt ver. Maar ik denk, net voordat ik prof werd, was ik rechts en links bak. Ze vonden niemand dat. En toen ik, zelfs was dat, toen was dat minime. Toen ik ben begonnen als spits eigenlijk. Ja. Op gewestelijk niveau toen. Ja, ja.
Ik scoor nog redelijk matig. En dan ben ik eigenlijk op het nationale jeugdvoetbal toen in een tijd naar achter geschoven. En dan heeft eigenlijk Barry Hulshoff heeft mij erbij gepakt en heeft mij middenvelder gemaakt. Ja. Wat zeg je tegen mensen die jou niet hebben zien spelen, hoe jij als voetballer was? Als ze vragen van Wouter Frank als voetballer, wat moet ik me daarbij voorstellen? Veel overgave, alles doen voor te winnen. Maar ik heb nooit iemand vernederd of zeker gekleineerd of zo. Dat vond ik erover gaan. Maar ik deed wel er alles en ik kon niet tegen onderlegd. Ik liet dat ook horen. Maar het is gewoon mijn mindersmentaliteit, denk ik, die dat overnam. Ja, jullie hebben 4 keer tegen elkaar gespeeld. Ja, jij in je laatste seizoen, jij in je eerste seizoen, mijn club dus tegen STVV. Hij kon er wel wat van. Hè? Ja, zoals je zegt, fanatiek eigenlijk. Hè? Fel fanatiek, maar ja, ook niet erover. Paste wel in die, ja, maar goed, in die club, ja, STVV op dat moment. Als je vroeger naar STVV ging, dat was, de tribunes daverden daar. Hè. Ja, ja. En vooral als je na de wedstrijd onder die hoofdtribune, wat het toen was, moest passeren. Op weg naar de bus, want de bus stond daar van voor op straat. Dat was fel, hè? Dat was de tijd. Hè? Ik ga enkele namen opgooien van ex-ploegmaats, Wouter. Jij mag in enkele zinnen of woorden zeggen wat ze voor jou hebben betekend of wat je van hen vond als voetballer. Peter de Lorge, de naam is hier al. Ja, een van mijn beste vrienden die ik niet alleen binnen het voetbal, maar ook buiten het voetbal nog altijd heb. Eigenlijk, dat contact is nooit weggegaan. Dat is iemand die... je kan daar geen ruzie tegen krijgen. Dat is iemand die heel loyaal is. Dat is gewoon een topkerel. Ja. Danny Boffin, die je in zijn nadagen in jouw eerste seizoenen bij Sint-Truiden ook nog hebt meegemaakt. Ja, eigenlijk mijn laatste seizoenen was dat eerder van Sint-Truiden. En hij, toen hij terugkwam, eigenlijk... maar Danny was voor ons een hele grote kwaliteitsinjectie op die moment. Hè. Die ploeg echt op sleep, trouwens. Ja, en zeker aanvallend gezien. En hij heeft dan ook heel veel dankbaarheid getoond naar bijvoorbeeld Peter Lorge en mezelf, omdat wij zijn woorden altijd het vuile werk voor hem deden. Maar ja, goed, als je dat doet met het resultaat dat we toen hadden, dan doe je dat graag natuurlijk. Ja. Nog de bekerfinale gespeeld, zeker. Dat was tegen halve finale tegen ons, Germain Beerschot, dacht ik. Halve finale, ja. 1-0. Dan La Louvière. Met dingen, met Ariel Jacobs toen. Barg Boussouf. En met dingen, met Domea. En Domenico toen. Barg Boussouf. Ja, zoals ik zei, Gent vind ik mijn beste periode als speler. Samen met hem en met een niet onderschatte Dominic Foley voor mij, mijn positie. En een Bark speelde op 10, maar die zwierf altijd naar de kanten. Mm-hmm. Waardoor hij eigenlijk ruimte maakte voor de infiltraties van positie 8, zal ik dan zeggen, voor mezelf. En Foley was iemand die je toch altijd moest in doog houden met... centraal verdedigers. Ik had wel door hun twee waren dat perfecte bliksem. Folie, de perfecte bliksemafleider. De weg lag open. De weg lag inderdaad open. En dan kreeg een bar, kreeg die ballen aan de kant. Ja, die legde die perfect. Ja, dan moest je maar bij wijze van spreken tegenlopen om te scoren. Dus dat was eigenlijk voor mij was dat een hele, hele goede combinatie toen. En was dat ook qua productie en statistieken mijn succesvolste periode. Is hij de beste met wie je hebt samengespeeld? Puur. Voetballer aan de bal? Met wie ik heb samengespeeld, denk ik wel, ja. Van welke trainer heb je het meest geleerd? Waarschijnlijk van meerdere iets. Van de ene dit, van de andere dat. Je hebt George Lekes al genoemd, je hebt Barry Hulshoff al genoemd, je hebt Hugo Broos bij Racing Genk hier natuurlijk gehad. Ja. Je hebt wel wat volk gehad. Ja, en ik denk dat je van iedereen... Ik denk, bewust of... Ja, Heijn heb ik heel even maar gehad. Heb ik nooit voor gespeeld. Dus enkel gewoon... Ik ben geblesseerd geweest. Ja. Maar ik denk dat je onbewust ook van iedereen wel een stuk meepakt. En Barry Hulshoff was eigenlijk... de eerste trainer die ik had, die speelde eigenlijk overal mandekking over het hele veld en liet dan de libero als vrije man. En eigenlijk het concept was, als je beter bent, als je rechtstreeks het tegenstrever, dan maken we een goede kans om te winnen. Dus dat klopt ook natuurlijk. Maar uiteindelijk bij George heb ik veel geleerd over
over ja, het groepgevoel. Daar was hij wel goed in. De groepsmede en teambuilding, hè, heeft er ook over geschreven. Dat klopt wel. Ik heb George ook gehad bij club. En, ja. Dat is inderdaad zo. Want ik denk de nationale ploeg ook, als hij binnen. Ja, ik denk ook dat als je echt voor hem gespeeld hebt en hetgeen wat er over hem gezegd wordt, dat twee verschillende dingen zijn. Ja, maar daar moet ik mij volledig bij aansluiten. Echt waar. Mm-hmm. Want nu is het bijna not done om George Lekes nog uit te spreken. Van, Maar ik heb hetzelfde gevoel of ervaring gehad wat Wouter zegt. Ja. Je was eigenlijk niet van plan om trainer te worden, hè? Nee, helemaal niet. En toen ik stopte met voetballen, dacht ik echt gewoon helemaal iets anders te doen. Ja, en als je dan in Veerle bent begonnen daar, Gravelo, was het zeker. Hoe snel had je wel die microben te pakken van, ik vind dat wel plezant eigenlijk. Goh, maar ik ben eigenlijk... Ging dat snel? Ja, snel omdat ik graag er bezig was. Ik had nooit op die moment en jaren daarna nog niet de ambitie of de obsessie om terug in het profwereldje terecht te komen. Mm-hmm. Helemaal niet. Ik heb dat gedaan omdat ik dat graag deed. Omdat in eerste instantie werd dat gevraagd door een kameraad van mij. En ik wou eigenlijk op die moment terug in de kleedkamer zitten. Ik was toen gestopt echt met voetbal. Ik heb nog nadat ik Kortrijk gestopt was, had ik nog van, ja kijk, ik ga nog eens bij Brusten proberen te voetballen om mijn plezier van voetbal nog te hebben. Mm-hmm. Dat was toen op die moment tweede provinciale. Maar ook daar, na een half jaar, werd gaan trainen en was ik eigenlijk door mijn heupen dan... meer aan kijken als ik moest lopen of moest sprinten, hoe ik aan het spurten was, in plaats van met voetbal bezig te zijn. Ja, dan is de fun er ook vanaf. En dan kwam die kameraad aan, dus dacht ik van zo blijf ik nog in het voetbalwereldje. Mm-hmm. Ondertussen had ik die telefoon van Yves Kloots, wat ik al meermaals gezegd heb gekregen, die zei van, hypocrisie, wat ik toen zei in het voetbalwereldje, dat is één zaak. Maar langs de andere kant, als je iets wil veranderen, moet je niks uitspreken en het links laten liggen, want het gaat toch zo verder. Probeer dan het te doen op de manier dat jij denkt dat wel de juiste of voor jou de juiste is. En dat is allemaal meegepakt toen ik begonnen ben met Gravelen natuurlijk. Ja. Eigenlijk heb je nog maar enkel succes gehad als trainer, hè? Als je het goed bekijkt. Er is een periode, ik denk twee periodes, van echt een reeks moeilijke resultaten, slechte resultaten, zeg maar, bij KV Mechelen. Maar ook toen had Wouter Franken zoiets van, we gaan niet panikeren, stick to the plan. En er is eigenlijk nooit veel heisa rondgekomen. Ja, nee, niet speciaal. Maar... Hoeveel heb je geleerd uit die periodes? Geleerd dat je gewoon zelfzeker moet zijn over je eigen ideeën en over hetgeen wat je aan het doen bent. Het heeft geen zin omdat je twee of drie matchen achter elkaar niet wint, om ene keer alles overboord te gooien, een ander systeem te gaan spelen of andere dingen te vragen of die dingen. Ik vind houvast nog altijd het belangrijkste voor jongens om... Mm-hmm. En dat zijn ook periodes. Hè. Als speler zijn, dan ben je ook niet het hele jaar door op hetzelfde niveau. Mm-hmm. Dus je kan maar... Hoe sneller je terug op het niveau bent, hangt af van hoe bekend het is wat je moet gaan doen, lijkt mij. En daarmee dat die principes die veranderen niet. Natuurlijk, zoals ik daar straks al zei, is de accenten naar tegenstander toe of dingen waar we zelf nog meer aan moeten werken. Maar het blijft altijd die principes die al van dag één er waren. Ja. Hoe sterk leun jij op je assistenten? Dan? Heel sterk. Vooral dan in die momenten? Die verschillen ook niet ten opzichte van de goede momenten, zal ik zeggen. Ja. Ik denk dat we hebben nu een hele sterke staf, ook heel assertief, wat ik graag heb, dat die ook hun eigen ding durven zeggen. En dat altijd op een constructieve manier uit. En dat is echt een heel aangename werkomgeving. Maar we hebben een vergadering voor het seizoen waar we eigenlijk allemaal samen zitten en waar eigenlijk de taakverdeling echt heel duidelijk gemaakt wordt naar verantwoordelijkheden toe. En iedereen pakt zijn verantwoordelijkheid dan ook, in dit geval sowieso heel hard. En dan is het gewoon aangenaam. En dan, je hebt altijd overleg, dus niet dat iedereen dan in zijn hoekje gaat werken. Maar dan is er ook heel veel overleg over al die dingen. Maar je weet wel duidelijk van, ja kijk, dat wordt van mij verwacht, dat wordt van mij. En ik denk dat dat gewoon veel oplost. En ik reken even hard op hun op de momenten dat het goed gaat, dan op de momenten dat het minder goed gaat. Ook op de momenten dat het goed gaat, zaten we ook met heel veel individuele beelden in linies naar de spelers toe te brengen, zoals we het nu ook nog doen. Dus dat verandert niet. Het is ook niet voor jezelf dat je nood hebt aan extra gesprekken met je stafleden, maar dus nood met je vrouw ook, weet ik veel.
extra gesprek, ja. Als het minder goed gaat. Of, ja, nu. Of, ja, zo gaat er op sportief vlak. Ja, ja, sportief vlak. Of sportief vlak. Ja, dat je, nee, ja. Dat je dat voor jezelf, of zeg je, nee, dat blijft eigenlijk hetzelfde. Of, nee, of, dat, of je bent altijd ontgoocheld als je verliest natuurlijk. Hè. Maar ik probeer zo heel snel die knop om te draaien als ik thuis ben, sowieso. En proberen we zo weinig mogelijk over... Over voetbal nog te praten, omdat ik wil echt die knop zelf ook afzetten. En ik wil echt die balans daarin. Zoals ik een paar keer gezegd heb, ik blijf liever een uur, twee uur langer op de club om dingen gedaan te krijgen, dan dat ik thuis mijn computer zou opendoen, omdat je dan echt thuis bent. Mm-hmm. En dat is voor mij gewoon super belangrijk. En mijn vrouw en kinderen zijn daar super belangrijk ook in, omdat zij mij eruit voetbalwereld, zal ik even trekken. Halen, ja. En dan is gewoon iets anders gaan doen, of een of eender wat. En dat is gewoon heel aangenaam. Praat je deze dagen dan wel meer met Dimitri De Condé, of gewoon ook niet meer dan anders? Nee, we hebben wekelijks onze vaste momenten dat wij altijd even contact hebben, ofwel telefonisch ofwel samen zitten. Maar ook daar verandert het niet, en daar nemen we dezelfde dingen door. Als we een minder goede match hebben, ja, dan gaan we samen sneller door op de dingen die er gebeurd zijn in die wedstrijd of zo. Dat kan zijn, maar even goed met de goede dingen en als het een goede wedstrijd geweest is. Dus. Ja. Of juist andersom, hè, dat de minder goede dingen in een goede wedstrijd die onderbelicht blijven, dat we die toch gezien hebben. Mm. En de goede dingen in een minder goede wedstrijd, dat we die ook wel meepakken. Zitten jullie dan vaak op dezelfde golflengte? Ik bedoel, bij winst, bij verlies, zo. Ja. Zien jullie min of meer dan hetzelfde? Of hetzelfde. Ik denk, dat kan alles verschillen met gevoel of het een of het ander. Dat kan wel. Hè. Dus, maar dat zijn altijd wel... constructieve en goede gesprekken. En dat verschilt niet zoveel, want uiteindelijk hebben wij, voordat ik eigenlijk mijn handtekening al gezet heb, hebben we al heel veel gehad over manier van spelen, mijn gamemodel uitgelegd, geen wat ik verwacht. En Dimi heeft daar ook zijn dingen in gezegd en gezegd van ja, wat hij daarvan vond en zo. En dan zit je gewoon op dezelfde lijn, snel op dezelfde lijn. En ik denk, als ik dat in het algemeen bekijk in België, wordt dat nog zo op die manier te weinig gedaan, denk ik. Ik denk dat je eerst, voordat je een handtekening hebt, echt goede gesprekken moet hebben. En niet alleen over wil ik dat doen, of hoe moet ik verdienen, of het een of het ander. Maar het belangrijkste is om te beginnen, is van wat verwacht jij van uw ploeg waar ik naartoe kom, hoe er gespeeld wordt en wat wil ik brengen en kan ik dat laten zien. En is het niet zomaar van mijn hoofd, ja, we willen aanvallend voetbal spelen, en waar staat dat? En dan is het hier, ja, dat is niks natuurlijk. Ja. Hè. Je moet het eigenlijk kunnen, in principe kunnen tonen, en ik kan het tonen, zowel in mijn gamemodel, maar ook op beelden van bijvoorbeeld KV Mechelen op die moment. En hopelijk komen die twee elementen dan samen. Hè? Wat jij wil brengen en wat... Ja, voilà. Zondag Anderlecht. Heb je een wedstrijd tegen Westerlo gezien? Ik heb een wedstrijd de laatste vier gezien. Ja, je gaat met... Ja, uiteraard. Je gaat met... Sorry, hè. ik kan maar naar de laatste terug gaan. Ze waren niet echt overtuigend, kunnen we zeggen. Maar donderdag morgen dus... extra aandacht naar de wedstrijd tegen AZ kijken, allicht ook nog? Ja, sowieso ga ik volgen. Dat is ook part of the job natuurlijk. Ja. Ja. Hoe belangrijk is het om zondag gewoon te winnen hier? Ja, gewoon winnen is altijd belangrijk, naar gevoel toe vooral. Hè. Want nu heb je ook een slecht gevoel of een minder gevoel omdat je verloren hebt, hè, ja. tegen Standaard. Je kan wel zeggen van we hebben goed gespeeld en dit en dat. Maar puntje bij paaltje verlies je wel en kan je nooit een goed gevoel halen uit een match die je verliest. Dus alleen daarom al wil je het doen. Ik heb er wel vertrouwen in dat die spelers weer met dezelfde bereidheid en kwaliteit en zo terug het veld op gaan. Mm-hmm. Op die manier sowieso. En je komt met een sterke tegenstander in aanraking. Dus dat zijn allemaal factoren die je niet zwart op wit in de hand hebt. Maar het is wel, je wilt gewoon winnen. Hè. Het zal zonder Brian Heijnen moeten. Welk verschil maakt dat? Ja, Brian is gewoon heel belangrijk geweest dit seizoen. Hè. Dat is buiten kijf. Maar nu is het aan anderen om die over te nemen. Er is eigenlijk niemand met zijn profiel. Nee. Hij heeft ook een apart profiel misschien, maar niemand echt met zijn profiel. Denk je dan ook, misschien moeten we het echt eens een beetje anders doen? Nee, omdat we nogal zonder Brian gespeeld hebben. In Westerlo bijvoorbeeld was Brian er ook niet bij. Ja, goed, de manier waarop blijft hetzelfde een beetje, omdat ook daar
Anders gaan anderen ook weer te veel moeten aanpassen, waardoor ze uit hun comfortzone worden getrokken, mm-hmm. een beetje, wat niet altijd slecht is, maar ook die afspraken blijven hetzelfde. En we hebben andere profielen die het op hun manier kunnen invullen. Die moeten geen kopie zijn van Brian natuurlijk. Nee. Als we zo denken, zijn misschien verschillende opties. Zou het kunnen dat je iedereen gaat verrassen? Ik weet niet wat voor jou verrassend is. Ik zeg maar wat, Galarza zetten plot. Galarza is een optie, Ouattara is een optie en anders Castro is ook nog een optie die we al uitgezet. Dus een van de drie zal het normaal worden. Recupereer je andere spelers? Ja, van de drie. Ik heb geprobeerd. Recupereer je andere spelers? Daniel Munoz komt in orde? Ali Samatta is genezen? Daar ga ik vanuit. Ja, die is vandaag op training ook geweest. Dus Ali is er sowieso terug van zijn ziekte verlost. En Daniel is gewoon nog altijd een vraagteken. Ja. Heb je straks in play-off 1 liever Agent of Club Brugge als scherprechter, zoals ze zeggen? Want iedereen denkt, ja, het zal een three-horse race worden voor de titel met Union en Antwerp. Ja, ik weet het niet. Ik heb er ook geen gevoel mee voor Club of Gent. Daar ben ik eigenlijk helemaal niet mee bezig. Nee. En Dimitri die heeft dus gezegd, zelfs een paar keer, wie voor Union eindigt, die wordt kampioen. Ben je het daarmee eens? Ja, tot nu toe is dat nog altijd zo. Is Union de grootste concurrent? Nog meer dan Antwerp? Ja, Union is gewoon hard op elkaar ingespeeld. Ze hebben een stevig collectief. Een coach die een goed idee heeft van zijn groep en een manier heeft. Dus op die manier is dat zeker en vast een duchte tegenstander in de strijd daarom. Maar ik denk Antwerp heeft ook laten zien dit jaar dat ze dipjes erboven kunnen komen en dan ook nog heel sterk zijn als geheel. Ik denk dat ze... Ja, dat we allemaal wel de kans hebben erop. Het gaat dicht bij elkaar liggen. Het zal spannend zijn, hè, Frankie? Ja, goed. Eerst nog even afwachten wat de laatste twee wedstrijden brengt, natuurlijk. Maar ik denk, ja, als je naar Union kijkt en naar Antwerpen, dat Union voorin wat meer variatie heeft, wat meer mogelijkheden heeft, dan stel dat bij Antwerpen nog eens iets zou gebeuren met Jans. Dan wordt het wat moeilijker voor hen, denk ik. Maar goed, ja, het worden een van die drie. Hè. De vierde gaat niet meer meedoen. Nee. Die staat te ver achter. Ja. Als Antwerp binnen de marge kan blijven waar ze nu staan, met de halvering gaan ze meedoen. Sowieso. Stel, Wouter, dat voorzitter Peter Kroonen gelijk krijgt en zegt dat Racing Genk de laatste club van Wouter Franke in België is. Wat zou dan een mogelijke of een logische volgende stap zijn? Ook daar ben ik niet zoveel mee bezig, denk ik. Ik leef echt heel veel in het heden. Want, dan moet je de laatste vraag niet stellen. maar Frankie weet dat ook. Ik kan altijd het goed doen, maar het trainerswereldje is zo fragiel. Dat je eigenlijk gewoon moet presteren op het moment. Ik vind het allemaal heel mooi als iemand ergens komt als coach en zegt van ja, ik ben vooral geïnteresseerd in het lange termijn traject. Als je de eerste 6 maanden niks doet, dan heb je geen lange termijn traject meer. Dus, maar het is wel zo, als je op een bepaald niveau zit en je doet het daar goed, dus het niveau waar jij nu zit, ja, dan ga je niet ineens daar terechtkomen. Hè. Snap je? Dus dan blijf je toch... Maar zo'n traject, een hele tijd. Ja, op zo'n traject zoals Company, de Championship. Barnsley had al eens gekund, zeker. Ja, hè? Ja. Zou dat iets zijn voor jou? Het kan zijn, ja. Ik vind gewoon Engeland, is Engeland, Duitsland. Zo, de grote voetballanden zijn altijd een interessante iets natuurlijk. Maar ik heb ook al een paar keer heel atypische bewegingen gemaakt. En heel atypische beslissingen genomen. Dus. Dat kan ook. Ik ben voor heel extreme bijvoorbeeld, vind ik nu. Ik heb bijvoorbeeld heel veel respect voor Frank Boek zijn beslissing. Omdat je ziet, thuis is nog altijd het belangrijkste. En ze hebben mij daar nodig. Dan moet je ook kunnen zeggen van... En dat laat zien als persoon waar je normen en waarden ook liggen op die moment als je moet keuzes maken. Ik vind dat wel, ik heb daar wel heel veel respect voor. Je hebt al gezegd, je gaat niet doorgaan per se tot je 55 of langer. Hè? Maar dan proberen we 50. Dat is in 2029 ben je 50. Waar moeten we jou dan zoeken voor een goede babbel, Wouter? In het voetbal? Zoals ik zei. In het voetbal nog, toch? Als ik,
Het voetbal denk ik wel, ja. Het voetbal denk ik wel, sowieso. Maar waar in het voetbal, geen idee. En hoe, ook geen idee. Maar we gaan toch komen zoeken. Dat is goed. Dankjewel voor je tijd, Wouter. En veel succes komend weekend en later nog met Racing Genk. Frankie, dank dat jij erbij was. En u ook bedankt, kijkers en luisteraars van deze 11 Insiders. Graag tot volgende week. Dag.